Het was een inspiratiebron bij veel series die we hebben gemaakt. De Think Different clip van Apple. Zij kozen ooit 15 wereldburgers die de wereld hadden veranderd door anders te denken, anders te durven denken. En wij volgden. We kozen de 15 Nederlanders die ons land hebben veranderd door anders te durven zijn. Hetzelfde deden we later met kunstenaars, vrouwen, sporters en muzikanten. De rubriek keert vandaag eenmalig terug. We kiezen midden in de Boekenweek met als thema rebellen en dwarsdenkers de 15 dwarse schrijvers die de literatuur, en soms veel meer dan dat, hebben veranderd door dwars te zijn, door anders te denken. Maar eerst nog even alle eer voor de bron van deze ranking, Think Different. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ja, daar begon het ooit mee. Prachtige clip. Blijft het elke keer weer als ik het zie. Herman Pleij, Onno Blom, aan jullie gevraagd. Denk na over 15. In de hele geschiedenis, in de hele vaderlandse geschiedenis. Dus we kunnen terug naar Erasmus, wat ons betreft. Denk na over die 15 dwarse denkers of denksters. Die Nederland of de wereld of de literatuur in ieder geval gemaakt hebben tot wat het is. Aanleiding is uiteraard het thema van de Boekenweek waar we middenin zitten. Rebellen en dwarsdenkers. Misschien aanleiding is ook wel het Boekenweek-essay van Özcan Akyol. Generaal zonder leger, wat ontzettend veel stof heeft doen opwaaien. Het staat nu op nummer 1 in de CPNB top 60, zag ik. Dus het is niet onopgemerkt gebleven. Even korte reactie, Herman, op senioriteit. Dus jij mag als eerste zeggen, heb je dit gelezen? Ja, ja. Wat vond je hiervan? Nou, ik vind het een beetje dubbel. Hij heeft ontzettend geprofiteerd, en daar heeft hij ook gelijk in, van het Nederlandse boekenbedrijf. En natuurlijk heeft hij dat gedaan. En hij heeft ook een roman geschreven, of twee romans geschreven, die behoren tot het bekendste genre in de Nederlandse literatuur, namelijk de Schelmenroman. Mm-hmm. Dus dat zit helemaal in dat literaire bedrijf. Als je dan nu bij deze gelegenheid ineens doet en daar in de hand bijt die jou gevoed heeft, dan heeft het iets van een gelegenheidsconstructie. En van, ja, oh, nou moet ik ineens helemaal tegen zijn. Dus ik vind niet dat goed rijmt met elkaar. Klopt niet volgens jou. Nee, maar je kan toch het onderdeel uitmaken van het literaire bedrijf, omdat je nou eenmaal een boek uitgeeft en het toch ongelooflijk raar om je heen kijkend er iets van vinden en dat opschrijven. Ja, nee, natuurlijk. Hij heeft helemaal gelijk. En hij heeft ook helemaal succes om dat te doen. Maar ik vind het toch dubbel, omdat hij behoort tot dat literaire bedrijf. Nou, hij staat er middenin. Nou, ik vind het element van zelfspot daarin vind ik niet erg hard aanwezig. Oké, okay, maar het rebelse wel, toch? Wat zeg je? Het rebelse wel. Ja, maar rebels, dat is in Nederland een geaccepteerd genre. Ja, dat is, ja, ja. De Nederlanders staan bekend in de wereld als rebellen. Wij zijn integraal rebellen. Dus dat is een beetje een probleem met dat genre. Nou, Herman heeft wel gelijk. We zijn allemaal rebellen, dat is het. Een schrijver, niet allemaal rebellen. Een schrijver die echt iets waard is, die zichzelf echt iets waard acht, is natuurlijk een rebel. Die doet iets anders met de taal dan de anderen. Mm-hmm. En die legt zijn gevoel erin. Die ziet als de literatuur je leven is. En dingen bevallen je niet. Dan moet je dat zeggen. Mm-hmm. En dat heeft Eus gedaan. En tegelijk, en daar zit dat dubbele dan in, bedrijft hij natuurlijk een genre wat in een lange traditie staat in Nederland. Gerrit Komrij heeft het op die manier gedaan. Maar toch nog even, de hele wereld valt over hem heen. Je kan niet zeggen, ja, god, dit is inmiddels traditie. Het is bijna folklore, we schrikken er niet meer van. Ik vind het tot uw dienst. Maar de kranten staan, er is geen inkt meer aan te slepen. Maar dat is toch ook precies wat hij wil? Dat wou hij dus ook, en dat is hem ook gelukt. Tot jullie grote irritatie. Ik heb het wel vrolijk gelezen. Okay. Okay. Je kunt dat niet van Reven zeggen of van Herman zeggen. Je kunt niet zeggen dat die op die wijze ook in de literatuur bezig zijn geweest. Die hebben zich gewoon van meet af aan opgesteld op een bepaalde manier. Mm-hmm. Zich daar buiten gesteld en zijn daar tegenaan gaan schoppen. Maar iemand die dus eerst van binnen zit en dan ineens denkt, oh, ik mag nu het Boekenweek-essay schrijven. En oh ja, nou, dan neem ik een andere positie in. Ja, daar zo komt dat een beetje over. Ja, hij heeft het natuurlijk echt zo ervaren. Eus is die jongen die uit een milieu komt waar het helemaal niet normaal was om te schrijven, om zo op deze manier naar buiten te treden. Die zag de schrijvers als halfgoden, had ik ook. Ik ging studeren in Nederlands in Amsterdam. Je kan je er iets bij voorstellen, Matthijs.
En dan zijn die, hè, dan kom je in die wereld en dan kom je erachter dat die schrijvers net mensen zijn. En dan bevallen je allerlei dingen niet. Mm. Ik vind het wel mooi dat hij dat heeft opgeschreven. Oké, dank. We gaan over tot de orde van de dag. Wij hebben zelf, en een beetje om ons heen gebeld, 15 dwarse denkers uit de geschiedenis genomen. Een capita selecta. Dat is uiteraard arbitrair. Dus aan jullie de taak, haal er een uit en gooi er eentje in. Of ja, zet er eentje in. We hebben Eus er wel bij gezet. Ja. Omdat hij als de jongste rebel toch behoorlijk op de trommel slaat. Maar goed, je mag hem er dus, en dat gaat dus gebeuren, begrijp je, je mag hem er ook weer uithalen. We gaan kijken. Eus spreekt het in, moet ik even zeggen, heeft hij voor ons gedaan. En ik moet wel zeggen, en ik kijk nu al 2 avonden lang naar Dwarsdenkers, de serie die Eus maakt op Nederland NPO 2, moet ik zeggen, na Nieuwsuur geloof ik zoiets. Dat is wel, dat doet hij, dat is interessant hoor. Leuk. Herman Brusselmans gisteren, eerste was Maarten het Hart. Enfin, ja, ik Maarten wou het toch maar even gezegd hebben. Maar nu dus, oké, de 15. Denk anders. Op de halve garen, de buitenbeentjes, de rebellen, de onruststokers, de vreemde eenden in het dagelijkse bijt. Degenen die het anders zien, die niet gek zijn op regeltjes en geen respect hebben voor de stand van zaken. Je kunt ze napraten, ophemelen of omlaag halen. Het enige wat je niet kunt, is om ze heen. Want zij brengen verandering. En waar sommige mensen maloten zien, zien wij genieën. Omdat de mensen die gek genoeg zijn dat ze denken de wereld te kunnen veranderen, degene zijn die het doen. Oké, dit was onze nogmaals arbitraire capita selecta. 15 schrijvers. Herman, wie moet eruit? Nou, Maarten het Hart vond ik er niet in horen. Maar dan moeten we even heel zuiver zijn. Ik vind Maarten het Hart een grote schrijver. Mm-hmm. Die prachtige romans heeft geschreven. Dus daar zijn we nu niet mee bezig. Maar de vraag is of die in dat lijstje hoort. Kijk, als Maarten het Hart erop staat, dan moet je de helft van de Nederlandse schrijvers op die lijst zetten. Waarom? Die worstelen met hun opvoeding. Die zich losmaken van hun opvoeding. Ja, Nederland is religie. En extreme religie heeft een stempel gedrukt op velen. En een heleboel van die mensen hebben dat in woorden weten te gieten. En prachtig gedaan. Denk aan Siebelink. Enfin, je kunt een hele rij noemen. En in die zin vind ik niet dat ze dus... dat is gewoon je bevrijden uit... Begrijp ik. Hij heeft over veel meer geschreven dan over zijn geloof. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat dus, zou misschien ook een reden kunnen zijn dat we hem op 15 hebben gezien. Nou, ik vind niet dat... Hij hoort in een heleboel rijtjes wat mij betreft, maar niet in deze rij. Duidelijk. En je mag het zeggen. Wie moet erin? Anna Beins, 16e-eeuwse Antwerpse dichteres. Buitengewoon dwars type dat door Antwerpen marcheert op het moment dat Antwerpen een van de grootste, of de grootste, machtigste handelsstad ter wereld is. En daardoor een tolerantiebeleid heeft gevoerd. En Karel V wilde ketters vervolgen. 1 geloof, alleen maar katholiek. Ja. Terwijl die handel afhankelijk is van allerlei mensen die met allerlei geloven in die stad samenkomen. Mm-hmm. Nou, dus dat is een beleid. Ze blijven ook buiten de vervolgingen. Er wordt bijna niemand geëxecuteerd in Antwerpen tot 1566. Karel V is het er eigenlijk mee eens, want de gouden kip wil hij niet slachten. Hè, want dan raakt hij gewoon zijn inkomsten kwijt. Anna Beins. En dan loopt Anna Beins. We waren gelijk, wat dat betreft. Dus op dat moment loopt Anna Beins daar dwars doorheen. Ja. En is de eerste auteur, niet de eerste vrouw, maar de eerste auteur in de Nederlandse letterkunde wie werk gedrukt wordt met haar naam op de titelpagina. Heel uniek. En die scheldt zich verrot tegen al die Lutherse, die protestanten enzovoort. Ze vindt dat ze op de brandstapel moeten, dat hun boeken verbrand moeten worden. Volkomen tegen dat beleid van de stad in. En de stad durft daar niks tegen te doen. Want ze is zo populair. En het is briljant werk. En ze is zo dapper en moedig. Ook op de manier waarop ze over seks schrijft en over erotiek. Dat is ook buitengewoon erotiek. Want vrijpostig vrijpostig, libertijns? Of... Nou, buitengewoon libertijns. Omdat ze een vrouwelijk geluid laat horen. En zegt van die mannen die zijn altijd maar bezig met rampen tampen. En zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk klaarkomen. En dan ligt het criterium ligt in van hoe vaak je het achter elkaar kan. En dan zegt ze, mijn minnaar, want daar gaat het over, mijn minnaar, die heb ik getemd. Die heb ik geleerd dat hij zo'n woestheid, die mannen zeggen dat ze niet anders kunnen, dat ze wel zo moeten. Ik heb hem getemd en ik heb hem geleerd dat het langer moet duren. En dat vind ik zelf ook fijner.
Het lijkt wel een 20 moderne verhaal als je het hoort. Ja, inderdaad. Nu zijn er veel kijkers denken aan de Bijns. Oké, ik ben geraakt door wat jij net zei. Is zij verkrijgbaar? Wat kunnen we van haar lezen? Is ze verkrijgbaar? Ik heb toevallig dit en ze hadden wel leuk. Dit is wel leuk. Ja, nee, niet dat ik bedoel, dit is 10 jaar geleden heb ik dat gemaakt, een bloemlezing. En die kun je nou voor 4,95 in de Rams, kun je die overal krijgen. Okay. Zelfs in de Rams wordt het niet verkocht. Ja, hier staan die dingen in. Ik heb 2 jaar geleden daarvoor, in 2009, heb ik een biografie over haar geschreven. Mm-hmm. En het bijzondere van het proberen aan te wijzen. Daarom die bloemlezing, want hier staan in de teksten in. Er is geen... Dankjewel, de belangstelling is moeilijk te wekken. Begrijp ik. Maar we hebben ons best gedaan hier. Ja, zeker. Nee. Anne Bijns, schrijven we erbij. Maarten, het hart is eruit. Wie moet eruit? Ja, dat is een beetje een gemene vraag natuurlijk. Want eerst word je door de redactie gebeld. Wie moet er allemaal op? Die zetten ze erop. En dan moet je er weer iemand afgooien. Maar er stond toch iemand op die ik er niet op zou zetten. En dat is Anja Meulenbelt. En dan gaat het juist wel om, kan je schrijven of niet? Want ik heb daar wel eens in een grijs verleden een paar regels van gezien. Maar dat kon mij niet echt heel erg bekoren. Maar ze hoort er niet op omdat ze niet zo goed schrijft, zeg jij. Ja, want ik denk dat we het hier over schrijvers hebben. Ja, we hebben het over schrijvers, maar we hebben het ook over een oeuvre van iemand dat misschien heel erg dwars was. En dat was haar oeuvre volgens mij onomstotelijk. Ja. En misschien niet zo best geschreven. Dus dan... Maar betekende wel iets in een bepaalde... Ik moet er iemand uitgooien. Dat is het spel. Nee, goed, ik neem het dus... even voor mevrouw Meulenbelt op. Dat mag u. Voor haar keuze, maar ze gaat eruit. Okay. Ja, ze gaat eruit. Waar schreef zij over? Over het feminisme eigenlijk. Over de, zij over, maakte deel uit van de tweede feministische golf. Zeker. Die door een van mijn helden, die op die lijst wel heel goed prijkt, namelijk Gerrit Komrij, de onwelriekende gleuvenbrigade werd genoemd. Ja, dat kan ook. Zegt dat nog eens wat? Staat de onwelriekende gleuvenbrigade. Maar oké, Anja Meulenbelt gaat eruit. Oké, dat kan. Het is jouw... jij mag het zeggen. Ik heb recht op mijn eigen mening. Zeker, natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Wie gaat erin? Wie komt erin? Ja... Het vult mij op dat als je Eus noemt, dan zou je bijvoorbeeld ook onze eigen Nico Dijkshoorn heel goed kunnen noemen. Want? Als een dwarse columnist. Als iemand die op een geweldige manier in het absurde in het dagelijkse ziet. Maar gaat Nico nou meemaken dat hij in de top 15 komt te staan? Wat mij betreft... Nou, kijk, als Anja Meulenbelt erop mag, dan mag Nico erop. Nee. Als Eus erop mag, mag Marcel van Roosmalen er zeker ook op. Oké. Je zoekt het in de moderne columnistiek. Dat mag natuurlijk, vanzelfsprekend. Ik vind dat geweldig. Maar dan zou ik er... goed, niet dat het een vrouw om vragen, maar dan zou ik een Ellen Dekwits er ook in kunnen zetten. Ik vind dat een geweldige dichteres. Mm-hmm. En je kan dan... Ja, maar dat is dus het probleem hier. Hè? Dus er zijn meer goede namen te noemen. Ik vind Ellen Dekwits een geweldige dichteres. Maar is het iemand die rebels de hele poëzie op zijn kop zet? Dan vraag ik het me af. Maar je hebt nog niet gekozen. Je hebt nu allemaal namen genoemd. En je hebt nog niet gezegd Nico Dijkshoorn komt in... Nou, Nico Dijkshoorn. Goed. Jij nomineert nu Nico Dijkshoorn. Anja Meulenbelt gaat erop. Kijk even om je. De handen Nico gingen omhoog. Nico Dijkshoorn gaat erop. Nico. Wat? Je hoort bij de 15. Ja. Ik zit mezelf er net uit te schrijven uit de 15. Opnieuw beginnen, Nico. Ja. Ik wil, Nico komt erin? Ja. Oké, dan wil ik toch even iets laten zien. Omdat het leuk is. Gerrit Komrij moet er onomstotelijk in. Ik denk dat we dat eens zijn. Hè? Die maakte op een gegeven moment in een VPRO talkshow... gewoon om even ook voor de jongere kijkers die denken... Gerrit Komrij is natuurlijk al een tijdje geleden overleden. 1979 is dit. Toen was Mies Bouwman al een tijdje niet op de televisie. Hij had een column, dat weet ik nog goed, in het NRC Handelsblad volgens mij... over de treurbuis, over de televisie, hoe... Ongelooflijk wanstaltig dat medium was. En iedereen een jaar lang, elke dag in de krant. De treurbuis. En iedereen die erop was, was werkelijk verschrikkelijk. Ja. Dat deed hij overigens met verven en virtuoos. Nu is hij Mies Bouwman in een televisieprogramma van VPRO. Raar programma, maar Gerrit Komrij als Mies Bouwman. Ik stel me maar meteen voor. Mijn naam is Mies Bouwman. Ik had beloofd om nooit meer op de Nederlandse tv te verschijnen... maar na een knappe chirurgische ingreep... Gaat het wel weer, dacht ik. De chirurgen hebben mooi werk geleverd, want ook innerlijk voel ik me een ander mens. Ik durf nu net zo onaangenaam te zijn als ik ben. Ik popel om weer aan de slag te gaan. En wat ik vanavond met u wil doen, is praten met... enkele mensen die het pokdalige gezicht van de Nederlandse televisie bepalen. Hebben we nog even tijd? Iemand moet iets in mijn oortje zeggen. Want dan zou ik zo graag de grote Gerard Reven-show... die natuurlijk ook
undisputed daarin staat, neem ik aan, in die lijst. Hier leest hij een Sinterklaasverhaaltje voor aan kleine kinderen. Ik kwam er tegen vanmiddag, ik denk, dat moeten we toch even... Weet je waar het over gaat, helemaal? Ja, ja. Ja, kom maar. Er was eens een jongen die heel stout en ondeugend was. Hij was ook erg ongehoorzaam en lui en hielp nooit zijn moeder eens bij de afwas. Ja, beste jongens en meisjes, ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Maar hij was wel erg mooi en hij had een heel fijn, lief, stout jongenskontje. En daarom was Sint-Nicolaas, die zoals jullie weten een echte kindervriend is, helemaal gek op hem. En jullie willen natuurlijk allemaal graag iets van Sint-Nicolaas. Maar nu wilde Sint-Nicolaas iets van de jongen. Maar de jongen die moest niets van Sint-Nicolaas hebben. Nou ja, zo kon ik nog wel even doorgaan. Dit was de allerlaatste keer de Think Different clip. We hebben gerankt. We hebben even gerankt. En we hebben Nico in de top 15 gezet. Nico, het was al een beetje een feestdag voor je, Nico, vandaag of niet? Het kan niet op. Ja. Het kan werkelijk. Ik ga me er zelf meteen weer uitzetten, zo direct. Ja, we horen het zo wel. Dank jullie wel. Dank je wel.